Mijn naam is Wolfgang Kotek. Ik ben geboren op 11 november 1930 in Wuppertal-Elberfeld in Duitsland. Mijn vader was een Poolse Jood die uit Polen naar Duitsland was gereisd in het einde van de 20e jaren van de vorige eeuw. En mijn moeder komt uit een zogenaamd Otfello-gezin. Niet-Joods dus. De Otfellos is een internationale humanitaire organisatie, zeer gehaat later door de nazi's. En mijn ouders zijn getrouwd, anderhalf jaar ongeveer voordat ik geboren ben. En mijn moeder is bij het huwelijk is ze overgegaan tot het Jodendom. Ik heb de Reiskestalnacht meegemaakt, maar daaraan voorafgaand ook 8 jaar van getreiter, gepest en vervolging, voornamelijk door de Hitlerjeugd. Ook met lichamelijk letsel en ziekenhuisopname en verwondingen met veel hechtingen, met 14 hechtingen. Getreiter en geplaagd door de Hitlerjeugd. Godzijdank kwam ik bij vrienden in Apeldoorn terecht na de Reiskristallnacht. Een verschrikkelijke nacht waarbij op een vreselijke manier werd huis gehouden onder de Joden. Moordpartijen, duizenden mensen gearresteerd en in concentratiekampen. En complete vernietiging van alle meubilair of dat het werd gestolen. Want Joden waren vogelvrij. Ik ben godzijdank in Apeldoorn beland, bij vrienden in Apeldoorn, die ons op een zeer gastvrije manier hebben geholpen. Voor die tijd was vader al weggejaagd naar Polen. Mijn moeder kon niet naar Nederland komen, die had daar geen permit voor. Je kreeg niet makkelijk een introductiebewijs dat je er mocht blijven. En ik heb in Apeldoorn 7 jaar lang zonder mijn ouders doorgebracht. U vroeg aan mij hoe verliep de ontmoeting met mijn ouders direct na de bevrijding en hoe was de verstandhouding. Het was allemaal perfect. Alles ging op wieltjes, dat was helemaal geen probleem. Maar we moesten wel aan elkaar wennen. Als je elkaar natuurlijk 7 jaar als ouders niet gezien hebt en als kind je ouders niet hebt gezien, dan ben je een beetje van elkaar vervreemd. Hè? Dus je moest even aan elkaar wennen. Maar dat was in een paar dagen was dat gladgestreken, dat plooitje. Toen ik in Apeldoorn kwam, was er in Apeldoorn een hechte Joodse gemeenschap. Dat hangt ook samen met het feit dat je er het Apeldoornse bos had in Apeldoorn, waar in totaal 900 patiënten werden verpleegd, voornamelijk door Joods personeel, maar ook door niet-Joodse verpleegkundigen en artsen. Maar de Joodse bevolking van Apeldoorn bestond maximaal uit 600 mensen. Daarbuiten, buiten het Apeldoornse bos, die overigens vrijwel allemaal zijn omgekomen. En mijn vader was Duitsland uitgejaagd als Jood. Die zat in Polen en die dacht, ik moet op een of andere manier bij mijn zoon in Nederland proberen te komen. En hij kreeg een verblijfsvergunning voor 4 weken. Dus hij mocht op 15 augustus 1939 mocht hij naar Nederland komen, maar hij moest 15 september weer terug. Maar op 1 september viel Duitsland Polen binnen. Het was het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus vader kon niet terug naar Polen. En dat is zijn
redding geweest. En toen hij hier aankwam, heeft hij in de mum van tijd gezorgd dat ik hier wegkwam. En dit was de werkkamer van... Dat is een deel. Dat is een nagedachtenis. En hij houdt hier zijn boekenkast. Dat neem ik me nog heel goed herinneren. Die boekenkast, dat heb ik inderdaad ook gehoord. En het gekke is, hij had daar boeken. En nou ja, ik vond het nodig. Ik was een jongetje van 8, 9 jaar. Dat hij me een beetje oplichtte. Voorlichting gaf. Ja. Om, waar we vandaan komen. Dat klopt. En hier staat ook Sarahhoeve. Ja. En dit is de originele Zutphense straat. Ja. En dan zit hier de achteringang. En hier zit volgens mij een balkon. Nee, ik zie het. Merkwaardig. Ja. Dat was het toen echt. Ik vermoed dat ze het later omgebouwd hebben. Ja, dat zou kunnen. Dat ze bij de kamer hebben getrokken. Ja. Ze dachten, dan hebben we een beetje meer ruimte. Ja. Dat vermoed ik hoor. Dat was absoluut geen makkel. Dus die foto moet voor 1939, voor 1938, moet die gemaakt zijn. En dit is de foto van het huis van de directeur, twee huizen verderop. Ja, dat loopt het zijn. Ja. Apeldoornse Bos heb ik heel veel herinneringen aan, omdat ik daar mijn kinderjaren heb doorgebracht. En dat ik daar godsdienstonderwijs kreeg. Ik was ondergebracht bij de familie Hess. Meneer Hess was de secretaris van het Apeldoornse Bos. De familie Hess had twee dochters. De familie Hess is niet teruggekomen. Meneer Hess is, godzijdank moet je zeggen, helaas... is hij bezweken aan een ziekte voordat de deportatie plaatsvond. Maar zijn vrouw en de twee dochters, Jetty Hess en Esther Hess, die zijn gedeporteerd en in Sobibor omgekomen. Toen de Duitse kolonnes langs ving, voelde hij zich nog veilig toen hij daar zat? Of nee, ik vond het doodgriezelig omdat ik het nationaalsocialisme met alle uitwassen ervan van nabij had meegemaakt, want Joden, dat waren geen mensen, dat was gewoon slachtvee. Daarmee kon je doen wat je wilde doen. Een Jood was in die periode compleet vogelvrij, had ook geen enkele rechtsbescherming. Vandaar dat Joodse zaken, onder andere de zaak van mijn vader in Woepertaal nog, geplunderd werden, maar dan kon je niet naar de politie gaan, want de politie werd bemand door leden van de nazi's. Dus je had geen bescherming, je werd uitgelachen of misschien zelfs gearresteerd als je je zou beklagen over het gedrag van de nazi's. Het hele systeem was corrupt en nationaal-socialistisch en adoreerde Hitler. Hitler was een god. Ik was op een katholieke school. En dan moest ik bidden. Ik was daar ondergedoken. Daar had mijn moeder voor gezorgd. Ik moest een kruisje slaan. Ik moest klikken met de hakken als de onderwijzer de klas binnenkwam. Twee heilanden, Adolf Hitler en Jezus van Nazareth. Was een twee-eenheid in elk gebed. Aan dit huis, Deventerstraat nummer 59... heb ik zeer dierbare herinneringen. Op 16 november 1938 vluchtte ik uit Duitsland naar Nederland. Mijn vader was toen in Polen. Hij was weggejaagd naar Polen. En ik vluchtte naar Nederland en mijn moeder was in Duitsland. En de Joden werden op een verschrikkelijke manier vervolgd in Duitsland. En het was eigenlijk het voorspel van de Shoah die enkele jaren later in alle heftigheid zou losbarsten over de Joden. Meneer Benning was de administrateur van het abattoir in Apeldoorn
hier schuin tegenover op een paar honderd meter afstand. Er was dus altijd voldoende vlees in het huis. Maar hoe kenden wij die familie Benning? Nou, dat is heel simpel. Mijn grootouders waren Othello's. Ik zal jullie dadelijk vertellen wat dat is. En de familie Benning, dat waren ook Othello's. Othello's, die zijn ook nu nog in de wereld aanwezig. Niet in grote getalen, maar ze mogen er zijn. Ze hebben ideale voorstellingen over het leven die gebaseerd zijn op vriendschap, op reinheid, op liefde, op waarheid, op geloof, op hoop en op barmhartigheid. Jullie voeren daar een aantal Bijbelse termen in terug, als ik dat zo zeg, maar het is geen godsdienstig genootschap, maar een levensbeschouwelijk genootschap. Internationaal bestaat ook nu nog. En ik denk, als alle mensen Othello's waren, dan zou de wereld er heel wat vriendelijker uitzien dan nu. Want ik werd hier echt in warmhartigheid werd ik opgenomen. Heel mooi ingericht. Ja, ik zeg net tegen die man, maar het is ook een huis met een ziel. Ja, dat zie je dan al. Ja, dat was de hoofdingang. Ja, deze deuren zaten erin. Dat weet ik niet. Ja. Toilet. Ja. De ventilatie was slecht. Het was allemaal enkel glas, van het hele flinterdunne glas. Als iemand naar het toilet ging, stonk het hier. Oh, dat zal wel, ja. Dat was heel erg. Maar toen wij het kochten, 33 jaar geleden, was dat ook zo. Ja. Dus heel, alles was donkerbruin. Hier zat een deur naar die kamer. Ja. Daar een deur, er zit nu een spiegel in, naar de andere kamer. Er was geen trap. Nee, maar de trap zit aan die kant. Zie je, kijkt in de spiegel. Ach, dat is het. Ja. Ja, niets is wat het ik lijkt. Ik ben echt een rhinoceros. Dat ik toch niet herken dat een spiegel. Het lijkt net alsof het, of je daar doorheen kijkt. Het is die trap. Nou, dan, hier waren twee kamers. Grappig. Maar die waren van elkaar gescheiden. Ja, er zat een muur tussen. Ja. Twee kanten open haard met een marmer schouw. Daar een serre. Ja. Nu heeft het met van deze deuren. Hier had je een open haard, meen ik me te herinneren. Ja, hier ook aan deze kant. Ja. Deze deur. Die is ook ongelooflijk. Het is 80 jaar geleden dat ik dat allemaal nog weet. Ja. Het is onvoorstelbaar. Mensen het allemaal onthouden. Die plafonds, weet u dat ook nog? Die plafonds? Ja, de stijl althans wel. De vervolging van Joden door de nazi's in Nederland na mei 1940, toen ze Nederland binnenvielen, die gebeurde op een hele geniepige manier via een salamitactiek. De Joden werden geleidelijk aan uit het maatschappelijke leven geweerd. En dat werd elke keer erger en dat eindigde in Westerbork, het concentratiekamp in Drenthe, en uiteindelijk in Auschwitz of in Sobibor. Dat was het lot van de doorsnee Jood. En het was maar een heel kleine groep die daaraan wist te ontkomen. Er zijn in totaal, ik meen 102.000 Joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar de concentratiekampen. Allemaal via Westerbork, vrijwel allemaal. Mijn vader was gevlucht, dat heb ik zojuist gezegd, was in Apeldoorn. Die moest op een bepaald moment ook weg, dat voelde hij. En hij dacht, laat ik redden wat ik redden kan. Misschien kan ik zorgen dat mijn zoon Wolfgang, dat hij niet meer als Jood wordt geregistreerd. Vanwege het feit dat ik uit een gemengd huwelijk kwam. Weliswaar een huwelijk dat Joods werd ingezegend door een rabbijn. Maar hij dacht, als hij als niet-Joods geregistreerd kan worden, dan hoeft hij waarschijnlijk niet naar Westerbork. En toen heeft vader dus een schrijven gericht naar de Nederlandse autoriteiten. Maar die stonden natuurlijk onder supervisie van de Duitse autoriteiten. En heeft gevraagd
Mijn zoon wordt helemaal niet Joods opgevoed. Hij, misschien kan die ster af, want hij draagt eigenlijk ten onrechte die ster. Toen was ik, nota bene, al bijna een vol lesjaar op een Joodse schooltje in Apeldoorn met 55 Joodse kinderen. Nou, dat is in behandeling genomen door de Duitse autoriteiten. En ik moest naar een dokter die moest onderzoeken of ik besneden was. Was je namelijk besneden, dan gold je als Jood en dan moest je naar Westerbork. Was je niet besneden, dan had je veel kans dat ze zeiden, nou, hij is niet besneden, dus hij is niet Joods, dus die ster kan af. Nou, ik was bij een dokter Hermanides, in de Stationsdwarsstraat in Apeldoorn, vlak naast de katholieke kerk aan de Hoofdstraat. En die heeft mij onderzocht en die heeft een attest uitgebracht. En ik dacht, heeft een attest uitgebracht dat ik besneden ben. Maar tot mijn stomme verbazing kreeg ik 2 weken na dat onderzoek het bericht dat mijn ster af moest. Ik was toen al een vol jaar op het Joodse schooltje. En ik dacht, nou, die dokter Hermanides, die heeft mijn leven gered. Die heeft een valse verklaring afgegeven dat ik niet besneden was. Maar ik heb mijn leven niet aan die dokter Hermanides te danken. Dat heb ik meer dan 20 jaar gedacht, stel je voor. Maar dat heb ik te danken aan een hele bekende Duitse verzetsman. Dat was dokter Kalmeier, een hoge Duitse ambtenaar. En die veegde al die besnijdenisverklaringen onder de tafel. En zo heeft hij enkele honderden Joodse kinderen gered. En ik hoor tot de geredde kinderen. Was ik in een kinderthuis terechtgekomen, zoals vele honderden Duitse Joodse kinderen, dan had ik het niet gered. Want al die kinderen die in kinderthuizen terechtkwamen, die werden toen ze hier in Nederland in bescherming waren, zogenaamd, werden gedeporteerd naar Westerbork. Die zijn vrijwel allemaal vermoord. Dat was Westerbork, maar dat was het grote opvangcentrum voor Joden in Nederland. En in Westerbork was het helemaal nog niet zo erg. De Duitsers wilden de waan in stand houden dat er met Joden niks ernstigs zou gebeuren. Dus in Westerbork kregen de Joden nog eten en drinken en ze kregen zelfs de gelegenheid om cabaretvoorstellingen te geven, met name voor de kampcommandant. Men wilde de indruk wekken, er is niks aan de hand in Westerbork. Je mocht ook pakjes sturen naar Westerbork, want dat gaf de indruk, oh, dat is een soort sanatorium voor de Joden, ja, dat Westerbork. Daarom werd er massaal gevolg gegeven aan de oproep van de nazi's om naar Westerbork te komen. Ze dachten, nou ja, dan zijn we ons huis kwijt, maar ze laten ons toch verder met rust. Want daar in Westerbork is het helemaal nog niet zo erg. Men mocht de Joodse feestdagen vieren, men mocht zelfs de Shabbat vieren in Westerbork. Alles was toegestaan. Ze moesten daar ook werken en ze moesten ook wel hard werken, maar dat was niet buitensporig. Het was geen mishandeling. Nee, dat moest nog komen. Het is op het ogenblik september 1941 en ik sta hier voor het huis van de Jachtlaan 140. De methodiek van de nazi's bij de Jodenvervolging beoogde om alle Joden te vernietigen in Europa. Daarin zijn de nazi's geslaagd. Er zijn uiteindelijk in Europa 6 miljoen Joden vermoord. En de moordpartij voor Nederland begon natuurlijk toen de nazi's Nederland binnenvielen. En dat was in mei 1940. En ik was in mei 1940 was ik al gevlucht uit Duitsland. Was ik al 1,5 jaar in Nederland na de Rijkskristallnacht. En ik zwierf
van gezin naar gezin. De methodiek van de nazi's was erop gebaseerd om Joden te isoleren, om ze te demoniseren en dan om ze te vernietigen. En dat gebeurde op een hele geraffineerde manier. Ik kwam bij een Joodse familie op Jachtlaan 140. En op Jachtlaan 140 waren hele lieve en aardige mensen. Ging ik regelmatig naar school en dan ging ik weer naar Jachtlaan 140. Bij de familie Cohen was het. Maar ik vind het zeer op prijs dat de huidige bewoners mij toelaten om eventjes weer in mijn oude plekje terug te komen. Dag meneer. Kom binnen. Ja, ik ben heel spannend. Ik moet het zo een beetje herinneren. Ja, zeker. Ik ben heel precies. Ja, daar beneden was natuurlijk de. Nu de woonkamer is. Dat was. Kijk of u nog zo hoort dat erbij. Kunt herinneren? Ik herinner het me, ja. Daar ja, stond die alles. Ja. Ja, dat deed ik allemaal. En ze hadden een poes, dat weet ik me nog te herinneren. En daar speelde ik vaak mee. Nu is er een hond, zie ik. Ja, die poes wel. Was daar achter. Nou, er zit in de keuken. In de keuken zit het luikje voor de poes nog wel. Aha. En daar speelde ik altijd mee met die poes. Dat weet ik nog. Ja. Maar het is allemaal zo lang geleden. 41, tel uit. Dat is anders geworden. 79 jaar geleden, kunt het zelfs niet worden. En als ik het goed begreep, had u boven geslapen? Ja. Gaat u maar voor. Bij dat balkonnetje? Ja, dat weet ik niet. Hier, een balkonnetje nog voor. Ja. Maar de hele prettige maanden die ik hier heb doorgebracht. En het werd opeens heel wreed verstoord. Maar ja, kenmerkend voor de tijd. Want alle Joden die in Nederland woonden, die waren op de vlucht in Europa. Gisteren kom ik thuis van school en ik kan niet meer naar binnen. Want er was niemand meer. En die familie was gevlucht voor de nazi's, was ondergedoken. Dus toen moest ik hals over kop naar een ander onderduikadres of verblijfsadres. Maar het was in elk geval een soort schuiladres. En dat werd Jachtlaan 118 bij de familie Stutenhaan. Het is september 1941 dat ik beland bij de familie Cohen. Daar ben ik maar een paar maanden geweest en opeens was de familie Cohen afwezig en moest er voor mij naar een nieuwe plek worden gezocht van onderdak. Dat onderdak kreeg ik bij de familie Stutenhaan die hier woonde. Hier was een zakenpand en een woning. Het zakenpand was van de Universele Reassurantiemaatschappij. Die geleid werd door de heer Stutenhaan. En dat waren ook Odd Fellows die met vriendschap, liefde en waarheid de wereld een beetje beter probeerden te maken. En ik heb hier heel veel gastvrijheid genoten. En in die periode, ik praat dus van over de periode 1941-42, toen moest ik, net als alle andere Joodse kinderen, naar de Joodse school. Toen moest er voor mij een kosthuis worden gezocht, een andere verblijfplaats, niet een onderduikadres. En de Kwekers, een internationale humanitaire godsdienstige genootschap, die een Nobelprijs voor de vrede hebben gekregen voor al hun activiteit vlak na de Tweede Wereldoorlog, die hebben ervoor gezorgd dat er voor mij per maand 55 gulden werd gebracht naar verschillende pleeggezinnen. En dit was het tweede pleeggezin waar ik belandde en waar ik de hele einde van de oorlog heb doorgebracht. En vanuit dit huis ging ik elke keer
weg, want ik voelde me hier helemaal niet thuis. Bovendien waren ze heel vriendelijk naar de Duitsers toe. Ze hadden Duitse vrienden die hier regelmatig over de vloer kwamen. Dat deden ze na de oorlog alsof ze in het verzet zouden hebben gezeten. In 1944 waren de verbindingsmogelijkheden, de contactmogelijkheden met mijn moeder, die in Duitsland woonde, uitermate moeilijk. Want je mocht wel een brief schrijven naar je moeder en zij mocht mij een brief schrijven, een officiële brief, maar alle brieven werden gecensureerd. Dus als ik mijn moeder een brief schreef, werd die brief opengemaakt en als mijn moeder mij een brief schreef, werd die opengemaakt. Maar dat was niet het ergste, die censuur dat was nog eventueel te doen, maar het duurde zo lang. Het duurde gewoon 3 maanden voordat er een brief aankwam. Of hij kwam helemaal niet aan. En daarom ben ik in eind 1944 ben ik naar de ortscommandant van Apeldoorn gestapt. Die woonde vlakbij het Oranjepark in een grote villa. En daar heb ik mijn verhaaltje gedaan dat mijn vader vocht aan het Oostfront. Die was in werkelijkheid ondergedoken in Apeldoorn en dat mijn moeder in Duitsland achtergebleven was. En dat maakte zoveel indruk op ze, omdat ik vloeiend Duits sprak. Also, ich bin geflüchtet aus Deutschland für die Jabos, die Jagdbomber. Meine Mutter lebt in Wuppertal, sie ist aber ausgebombt und mein Vater kämpft an der Ostfront. Ich deede dus vorkomen alsof mijn vader een Duitse militair was die vocht aan het Ostfront. Als ik dat in 1944 aan een Duitse militair vertelde of bij de ortscommandantuur, dan wisten zij dat die vader er helemaal niet meer was. Want de Duitse militairen en vooral de Duitse leidinggevenden bij de militairen, die wisten toen dubbel en dwars goed dat de oorlog verloren was. Na Stalingrad, begin 1944 was dat, was Duitsland eigenlijk al verloren. Wist u dat destijds ook dat het aan het Oostfront zware verliezen waren geweest? Ja, dat wist iedereen. Dat wisten ook de mensen die informatie kregen uit de betrouwbare bronnen. Dus er was geen voor Duitsland. Censuur, zeg maar. En ik zei zo even per ongeluk 44, maar het was begin 43. Januari 43 was de slagpartij ten nadele van de nazi's in Stalingrad. Ik ben Rieklijn Urgemas de Winter. En ik was op de Joodse school toen ik 7 jaar was. Ik heb er maar een half jaar opgezeten, want daarna gingen we onderduiken. En ik heb op verschillende plaatsen ondergedoken gezeten. Onder andere eerst op een zolder, daar kon ik niet naar buiten. Daar zat ik met mijn vader en moeder. En later ben ik nog, heb ik in de bossen in een kuil gezeten met niet-Joodse mensen, maar die man die kreeg een oproep voor de, die moest naar voor de Duitsers werken. Die is een kuil in het bos, in Wiesel gegraven. En ik kon gewoon, ik liep in mijn eentje in dat bos. Later is die kuil die is ontdekt met een drijfjacht. Maar dat was een goede man die die leiding had, dus die heeft mij gewoon gelaten en ook verder niks met het gezin gedaan. En toen ben ik daarna ben ik naar Friesland gegaan. En daar heb ik, ben ik ongeveer 1,5 jaar geweest. Nou ja, we zijn op een ochtend vertrokken om 4, 5. En mijn tante die is in bed blijven liggen, die kon geen afscheid nemen. Want ja, ze hadden verder geen kinderen. En ik heb tot aan hun dood toe heb ik dus contact met ze gehouden. Toen ik bij de familie Stutterheim woonde, op Jachtlaan 118... toen ook ik een ster en ik was dus in die hele periode was ik op dit schooltje samen met 55 andere Joodse leerlingen, een Joodse leraar en een Joodse lerares. En natuurlijk denken we met heel veel weemoed terug aan de vele
die niet terugkwamen. En dat waren praktisch allemaal. De leraar en de lerares zijn omgekomen, zijn gedeporteerd. Eerst naar Westerbork en toen naar een vernietigingskamp. En met onze medeleerlingen, die zijn ook allemaal gedeporteerd. En daar word je natuurlijk stil van. En met weemoed denken wij terug aan onze vriendjes en vriendinnetjes die hier zijn. Met ons op school zijn geweest en die allemaal in vernietigingskampen zijn omgekomen. Het liefst zou ik een Kaddisch gebed voor ze willen uitspreken. Maar dat kan niet, omdat daar 10 personen voor nodig zijn. En daarom zal ik het onze Vader bidden, dat ook van A tot Z een puur Joods gebed is. En ik zal het uitspreken in het Hebreeuws. Avinu shebashamayim, yitkadesh shemcha, tova malchutcha, yaaseh ratzoncha kebashamayim kein ba'aretz. Et lechem chukenu tenyanu hayom, uslach lanu al hata'enu. כפי ששורחים גם אנחנו לא תאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חצינו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה לתפארת לעולמי עולמים. מוכן זילה gebundeld zijn in de stralenbundel van het eeuwige leven.